Handelsminister Reshma Kuldeep Singh zegt dat de recente stijging van de valutakoersen en douanekoers invloed zal hebben op de prijs van producten op de winkelschappen. Ze sprak journalisten vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsvrouw meent dat er voor nu eigenlijk geen reden moet zijn voor prijsopdrijving totdat er nieuwe ladingen zijn ingekocht door de handelaren. Kijk, ECD is continu op straat. Het gaat niet om voorbereidingen. Ze doen hun werk en ze zijn continu op straat. De wisselkoersen gaan stijgen en de douanekoers is ook gestegen. En wij als ministerie zijn afhankelijk van de douanekoers. Dus voor nu, als er geen ladingen binnen zijn gekomen, dan gaat de koers op dezelfde van waarvoor zij de kostprijscalculatie hebben ingediend. Nu, als de ladingen binnenkomen, dan wordt het volgens de nieuwe douanekoers berekend. De minister zegt verder dat de realiteit uitwijst dat bij elke kleine stijging van de valutakoers aan prijsopdrijving wordt gedaan. Ze vindt het ook niet nodig dat winkeliers nu hamsteren op aardappelen en uien, omdat er geen tekort is.